Goeie avond iedereen. We zijn hier gearriveerd op het circuit van Zandvoort. Ik zit in mijn motorhome, want het is buiten echt koud en slecht weer. Het lijkt wel of dat we alle slecht weer van heel Europa opzoeken. In Monza was het slecht, over 14 dagen in Zolder was het slecht. En hier is het ook echt koud, maar ja, dat maakt nu eigenlijk nog niet veel uit. We gaan toch proberen om dit weekend met de Ferrari een goed resultaat te rijden. We hebben twee races voor de boeg, één op zaterdag en één op zondag. We zullen ook via de website of via Facebook de timing en zo laten geworden. Dus het is eigenlijk de bedoeling dat we toch tweemaal minimum bij de eerste vijf eindigen. Of als het moest kunnen met die auto en met heel de situatie op het podium. Dus ik ben wel echt gefocust. Ik heb er ook echt zin in. Het circuit van Zandvoort is een leuke baan. Een beetje naar boven, een beetje naar beneden. Een beetje links, een beetje rechts. En ik ga er echt alles aan doen. En ik hoop dat ik zondagavond met een mooi resultaat naar huis kan rijden. Want het is wel belangrijk. Dus je kan ons volgen op Facebook en op de website. En hoop van jullie een berichtje te krijgen. Dus tot later. Dag.